Kan je de video nog herinneren dat ik de hele Eredivisie tegen randomize? Nou, goed van je, want vandaag gaan we het weer doen, maar dan met de Premier League. Ik ga iedere speler willekeurig switchen in de Premier League. Zoals je ziet ga ik van speler voor speler af, doe ik mijn controle naar rechts, stop ik op een willekeurig moment. En zo speelt bijvoorbeeld N'Golo Kante dadelijk bij een andere ploeg, speelt Kane, Aguero, iedereen bij een andere ploeg. En krijgen we dus een volledig andere Premier League dan dat het nu momenteel is. En voordat we deze video beginnen, wil ik je even vragen. Ben je nou aan het kijken en ben je op zoek naar FIFA.al? Is dit een career mode video? Ga dan naar StatSelect.com toe en gebruik de kortingscode Trinity bij jouw aankopen. Krijg je een kleine korting, maar goed, ik bedoel, als je normaal 50 euro voor FIFA punten moet betalen, dan kost je nu nog maar minder dan 50 euro. Dus doe dat vooral. Link is daarboven in de beschrijving. Met Black Friday dat bijna voor de deur staat, zou ik ervoor zorgen dat je je FIFA punten inslaat. Maar dan ook echt inslaat bij StatSelect. Maar goed, zoals je ziet ben ik dus al echt heel lang bezig met het randomizen van alle teams. Het kost me ook echt gewoon weer 20 minuten om dit te doen. Ja, weet je, het is zo. Ik weet ook dat het zo is. Maar dit is een leuke video en daarom doen we het. Dus ik ga je meteen laten zien hoe alle teams eruit zien. Want je wil niet nog 20 minuten lang naar dit scherm kijken. Oh ja, nog een kleine notice voordat we beginnen. Heb je daar nog career mode ideeën? Laat die dan vooral weten in de comments. Deze vroegen jullie ook vaak aan. Daarom doe ik deze maken. Heb je een ander leuk idee? Zet het dan vooral neer in de comments. En daarnaast nog een klein dingetje. Ik heb alle Premier League ploegen bewust in de Eredivisie gezet. Omdat ze dan niet kunnen degraderen en promoveren. Dat is alleen mij leuker. Aangezien we anders slechte ploegen kregen die gepromoveerd werden. En heel veel transfers kregen. Het enige wat hier dan wel is gebeurd, is dat de Premier League natuurlijk 20 ploegen heeft en de Eredivisie met 18 ploegen, waardoor ik Burnley en Brighton, Burnley en Brighton geloof ik, in de Eredivisie heb gezet. In de Premier League heb gehouden en je ziet het dadelijk al, Boeieruurt. Ik moet Boeieruurt zeggen van jullie. Oké, let's go. Even snel een klein overzicht van hoe goed alle ploegen zijn. Je ziet dat bijvoorbeeld Bournemouth ook 4 sterren heeft. Burnley 4,5 ster. Heel veel ploegen dus die eigenlijk heel slecht waren, zijn nu ineens heel goed. En onthoud, Manchester United en Newcastle zijn, als je eigenlijk zo ziet, momenteel de beste clubs. En dat heb ik niet bewust gedaan dat ik United fan ben. Oprecht, ik heb gewoon de hele tijd willekeurig gerandomized. Maar goed, onthoud dat voor dadelijk als de karimbo begint. Want daarmee gaat iets heel interessants gebeuren. Zelf noem ik mezelf José Mourinho. Ja, je snapt allemaal wel waarom. Omdat hij natuurlijk momenteel de meest populaire manager is. En naar Tottenham is gegaan. En zoals je kan zien, ik krijg veel vragen van mensen die zeggen dan van, yo, hoe verander je die ploegen eigenlijk? Heel simpel. Je doet het gewoon op driehoekje. En dan kan je een club van competitie veranderen. En dus omdat de Eredivisie 2 ploegen minder heeft, blijven er 2 ploegen in Engeland. En dan vraag je je af, maar Timo, waarom pak je dan niet gewoon een andere competitie waar je niet kan promoveren of degraderen, die wel 20 ploegen heeft? Nou, in Europa is er geen competitie die maar 1 competitie heeft of FIFA met 20 ploegen. Want ik wil wel nog Champions League en Europa League kunnen spelen. Ja, vandaar. Heel ingewikkeld allemaal. Maakt me niet uit. Oh ja, dan nog een klein dingetje. Ik moest natuurlijk ook nog de Champions League ploegen en zo aanpassen. Dus ik heb een beetje de beste Eredivisie ploegen in de Champions League gezet. En van de Eredivisie ploegen, zeg maar de Premier League ploegen, heb ik dat ook aangepast. Nou ja, just so you know. Zelf kies ik Norwich. En wat ik heel grappig vind, is dat we als doel hebben win de beker en win de competitie. Maar het is wel een zeer lage prioriteit. En ik was heel benieuwd hoe dit ging uitwerken, maar goed, dat zien we later. Maar natuurlijk vroeg jij je thuis en af, waar speelt iedere speler? N'Golo Kante is naar Manchester United gedaan. Dat is wel echt een sicke transfer als dat het echt zou gebeuren. Ik als United fan zou natuurlijk heel erg blij mee zijn. Het is volledig random, geloof mij nou maar, dat is echt. Aubameyang gaat naar Liverpool, ook naar een andere topclub toe. Harry Kane gaat naar Crystal Palace toe. Aguero gaat naar Newcastle United. Wijnaldum gaat naar Sheffield United. Ook dat, ook hij na een slechte ploeg dus. Dan hebben we Paulus Pogbanis. Die gaat van United naar Tottenham Hotspurs. Hij nog altijd bij een topclub dus. Puur toeval oprecht. Sterling gaat naar West Ham United. Ook een matigere ploeg in de Premier League dit jaar. Salah gaat naar Burnley toe. Lol. En Mane naar Aston Villa. Aston Villa trouwens speelt niet in de Eredivisie. Of ja, Premier League zeg maar. Maar die speelt ze in een andere competitie. Lacazette gaat naar Newcastle United toe. Allison gaat ook naar West Ham. Die hebben de Sterling en Allison. En De Bruyne gaat ook naar Crystal Palace. Dus die hebben ook een aantal goede spelers. En dan vraag je je vast af, Virgil van Dijk dan, Timo, waar speelt hij? Hij speelt net als Eriksen bij Norwich City. Mijn eigen team dus samen met Mesut Özil, Cancelo, Schmeichel, Rashford, Giroud. Dus je ziet echt alles is volledig gerandomized. En wij met Norwich hebben eigenlijk een pittig goed team als je dat zo ziet. Voor als je je nog in de specifiek afvroeg hoe de topclubs eruit zagen, zie je hier heel snel, maar dan ook echt heel snel, alle topploegen achter elkaar komen. Dele Alli bij Chelsea, Alderweireld bij Arsenal, Martial bij Chelsea, Walker bij Chelsea. Chelsea is best wel een goed team. Aubameyang bij Liverpool, Fernandinho bij Liverpool, Zaha, Zabaleta onder andere ook bij City.
spelen niet heel veel goede spelers eigenlijk. Die hebben best wel een slecht team. Bij United hebben we best wel een aantal prima spelers. Jorginho, Digne. We hebben Zinchenko. Welbeck is eigenlijk al de enige aanvaller. Dus dat is het probleem bij United. Met Tottenham, Gabriel Jesus, Willian, Tierney. Ook daar een aantal redelijk goede spelers. En voor de mensen die het nog altijd niet begrijpen. Zoals je ziet, we spelen dus in de Eredivisie. Omdat dat moest. En dan kan je niet degraderen en promoveren. En de Premier League ziet er dan nu zo uit. De Premier League is volledig Eredivisie met Aston Villa en Brighton. Echt fucking grappig. Dus ook daarna kunnen we gaan kijken. Misschien is het wel een heel leuk idee voor een andere video om de Eredivisie volledig te wisselen met de Premier League of zo een keer. Nou ja, laat het vooral weten in de comments als je een leuk idee hebt natuurlijk. En we hebben niet meer te doen. Dus we gaan gewoon lekker simuleren na 1 januari 2020 om te kijken hoe de Premier League er dan eigenlijk wel niet uitziet. Oké jongens, wat voor met 0 punten op plek 18. Everton, Liverpool en United op 17, 16 en 15. En we dachten toch dat United eigenlijk een van de beste teams had. Heel raar dus. Bournemouth dan op 14, Palace op 13, Burnley 12, Tottenham ook heel laag, Arsenal heel laag. En dan zie je toch dat Chelsea en City best wel redelijk hoog staan. Southampton op 1 en wij met Norwich City, we weten dat we een goed team hebben, staan op plek 2. Hele interessante ranglijst dus. En wat je ook moet weten trouwens is dat ik de eerste transferperiode heb uitgezet. Dus dat bijvoorbeeld een City of een Tottenham nog geen spelers heeft kunnen kopen. Maar ik dacht juist dat City en Tottenham slechtere teams hadden dan United en Liverpool. United vliegt er ook in de eerste ronde van de beker al uit. Heel raar, maar wel waar. United is gewoon fucking slecht in de career mode. Ook in de Champions League trouwens speelt Arsenal nog. In de Europa League spelen PSV en Ajax. Of nee, in de Champions League spelen PSV en Ajax geloof ik. Of in de Europa League. Ik weet niet. In ieder geval, hier speelt Feyenoord. En ik geloof dat iedereen door is in de internationale toernooien. Leuk om te zien, dan zijn de topscorers van dit jaar. Normaal zou je natuurlijk een Aguero bovenaan verwachten. Maar je ziet hier zoveel onbekende spelers staan. Aguero staat er natuurlijk nog wel tussen op plek 4. Maar ja, er staan niet heel veel goede spelers bij. Toch wel heel veel matige spelers die hoog staan bij het topscorersklassement. Ook dat is best wel raar om te zien. Maar goed, we hebben genoeg gezien. We gaan gewoon lekker naar mei 2020 toe of juni 2020 om te kijken wie de kampioen is. Wie de Champions League heeft gewonnen en de Europa League. Allemaal heel interessant om te weten. Onderaan in de Eredivisie Premier League staan nog altijd Watford. Ze hebben 1 wedstrijd gewonnen. Ik ben wel echt benieuwd tegen wie. Op 17 nog altijd Everton. 16 Bournemouth. United en Liverpool op 14 en 13. Tottenham nog altijd op 11. Chelsea op 9. City op 7. Arsenal op 6. En wij zijn kampioen geworden met Norwich City. Leicester trouwens op 2. We hebben de beker wel verloren tegen Newcastle in de finale op basis van penalties. En voor de rest de Champions League wint Barcelona. Ja, hier niet echt verrassingen in. Natuurlijk, want alle andere ploegen zijn nog altijd even goed als normaal. PSV en Ajax beide uitgeschakeld in de achtste finales. Dan de Europa League. Daar zijn we ook niet echt ver gekomen. Alle Eredivisie en Premier League ploegen niet. Want zoals je ziet zitten we niet eens in de kwartfinales. Maar zijn we geloof ik uitgeschakeld bij de laatste 32 allemaal. Behalve Liverpool en City dan. Die zijn tot de laatste 16 gekomen. Dus ook daar geen succes. En tenslotte is het wel leuk om te kijken wie er eerste is geworden in de Premier League. Dat is PSV geworden met 107 punten. Ajax en Feyenoord op plek 2 en 3. En daaronder staan Brighton en Aston Villa. Een nieuw jaar, nieuwe kansen, nieuwe simulatie en hopelijk een nieuwe kampioen en nieuwe spelers in de Eredivisie Premier League Randomized Competitie. Wat een naam. Het is dan 1 januari, onderaan staat Everton en niet meer Watford. Die hebben al 10 punten gehaald. Op 17 staat Bournemouth, 15 Tottenham en op 13 Liverpool. Chelsea op 12, nog altijd die topploegen heel laag. Alleen zien we United wel stijgen. United op 10, Sheffield op 9, Arsenal op 8. Newcastle United op 7, West Ham op 6, Southampton 5, City komt op 4 te staan, die doen het enorm goed, Leicester op 3, Norwich wij dus op 2 en Burnley, fucking Burnley staat eerste. In de beker, ja, zitten eigenlijk alle topploegen nu ook nog wel in, de Supercup hoeven we natuurlijk niet te bekijken, maar de Champions League is ook wel interessant. Alleen, vanaf dit moment is er iets geglitcht in Karim, dat heb ik nog nooit gehad. Ik kan namelijk niet meer kijken in de knock-out fase van de Champions League. Niet op het einde van het seizoen, niet op het begin van het seizoen. Gewoon geen enkele keer kan ik me verder kijken in de Champions League of in de Europa League. Dus dat segment valt een beetje weg. Ik kan wel de winnaar en de winnaar van de Europa League en de Champions League zien door middel van te kijken in de Supercup. Maar voor de rest kan ik dus niets meer zien in de Champions in Europa League helaas. Oh ja, en in de Premier League Eredivisie staat Ajax bovenaan. Dus wij kunnen naar mei toe gaan simuleren. Zo, het is dan eind juni. En dit is je vast al opgevallen. We zijn nog altijd bij Norwich. Het is al eind 2021. Normaal worden we al lang ontslagen. En het komt dus door een tip van een kijker. Die zei me namelijk van, joh, pak een club met lagere prioriteiten. En dat werkt dus echt.
Everton trouwens laatste, Watford voorlaatste, nog altijd die slechte ploegen daar. Dan zie je drie topploegen op plek 12 tot met 14, Arsenal op 10, United op 8 en City eindigt op 4. Dat is de beste topploeg dus. Southampton dit jaar eerste, vorig jaar was het Burnley en wij, oh nee, vorig jaar waren wij het trouwens, maar dit jaar is het Southampton en wij worden nu tweede in plaats van eerste. Leuk om te zien dat Southampton, Burnley en Norwich City de beste ploegen zijn. Arsenal komt wel in de finale van de beker, Oranje Beker. En dus in de Champions League kan ik niks bekijken hoe het daar is gelopen. Heel raar en heel irritant. Maar goed, dat was seizoen 2 voor ons. Seizoen 2 in de Premier League Eredivisie ziet er zo uit. Ajax wordt kampioen, PSV tweede en Feyenoord tot op eerst zesde. Die zijn dus heel ver gezakt dit seizoen. Maar goed, weet je, dat weten we. Feyenoord is op carrière mode nooit echt een succesvolle ploeg. En ook op deze carrière mode dus weer niet, helaas, voor de Feyenoord fans. Ik was wel benieuwd. Hebben Ajax en PSV dan zoveel spelers gekocht omdat ze nu in de Premier League zitten en dus heel veel spelers kunnen kopen? Nou, Hudson-Odoi was nieuw, die Paqueta was nieuw, Diatti is nieuw. Wel een aantal spelers die ze normaal, zeg maar, niet zouden kopen. Kijken we nog even naar PSV. Hebben die ook van dat soort interessante aankopen gedaan? Ja, ook daar een aantal nieuwe spelers, maar niet echt nieuwe topspelers gehaald of zo. Cor Luca, ja, is niet een speler waar je u tegen zegt. En laten we nog even snel een kleine blik gooien op de Eredivisie. Hoe zien de topploegen er daar nu uit? Zo werd Southampton eerste. Maar met wat voor een team werd Southampton nou eerste? Welke spelers zijn er nou daadwerkelijk zo goed? Angelino, Bravo, Chong, Haller. Best wel een aantal prima spelers. Kovacic, Madison, Aaron Moore. Ja, ik weet niet of die zo goed is. Nicolas Pepe, Pickford. Best veel keepers hebben ze ook. Vertongen. Niet echt een topspeler, maar veel prima spelers, waardoor ze toch met een prima selectie daardoor eerste zijn kunnen worden. Burnley werd dan derde. Ik ben ook wel benieuwd hoe het team van Burnley eruit zag. Oh nee, daar ben ik blijkbaar niet. We gaan gewoon meteen naar Arsenal. Ik ging kijken of er nou ook heel veel spelers weg zijn, waren gegaan, omdat die natuurlijk zo laag stonden. Maar ik moet zeggen, Arsenal heeft oprecht een heel goed team. Fabinho, Jorie, ze hebben best wel veel goede spelers, maar nog altijd weten ze daarmee niet te presteren, omdat ze best wel laag zijn geëindigd. Kijk, aan Chelsea, ook die hebben een aantal prima spelers. Carrasco hebben ze gehaald, ze hebben Dele Alli, Drinkwater nog altijd gewoon. Naby Keita, Martial. En ook Chelsea weet niet te presteren, ook Walker trouwens, met dit team. Liverpool deed echt heel erg slecht. Met Aubameyang hebben ze zelfs. Met Felipe Anderson, die ze ook nog eens hebben. Met Karius, die terug is gekomen bij de ploeg. Ja, weet je, Liverpool begrijp ik wel. Zaha hebben ze ook nog, maar die hebben niet een heel goed team. Die hebben maar een paar redelijke spelers. En omdat het allemaal randomized is, kan het natuurlijk ook dat op een bepaalde positie iets heel erg overbezit is en op een andere positie dat er niet is. Als we kijken naar City, dan zien we eigenlijk niet heel veel goede spelers. We zien eigenlijk alleen maar dat Ederson is gebleven en voor de rest Stones is gebleven. Adama Traoré, maar voor de rest niet heel erg goede spelers. En op dit moment trok ik mezelf een conclusie. Wat ik dus denk, want ja, United eindigt heel laag met best wel een goed team. Jorginho, Kante, Milner, best wel veel goede spelers. Sanchez is ook wel teruggekomen, Zinchenko. Ik denk dat het daardoor komt dat bijvoorbeeld een club als United een veel minder gebalanceerd elftal heeft. We hebben bijvoorbeeld maar 1 of 2 aanvallers en 10 middenvelders. En dat ze daardoor zo laag eindigen. City heeft een heel gebalanceerd elftal, waardoor City wel vierde is kunnen worden en United dus zo laag is geëindigd. Ik denk dat het daaraan ligt. Maar goed, genoeg geluld. We gaan gewoon meteen een heel seizoen verder. Dus door naar mei 2022. Einde van seizoen 3, jongens. Wie wil dit keer kampioen? Het is een grote loterij. Dit jaar weer Watford en Everton onderaan. Liverpool, Tottenham en United op plek 16 tot en met 14. City dit jaar 10e. En dan staan Arsenal en Chelsea heel hoog. En wordt Chelsea 4e. Sheffield wint 2e. Wij worden kampioen. Het is zo random allemaal dat ook Sheffield ook zo goed is. De winnaars van de Champions in Europa League zien we ook. Dat waren Barcelona en Piemonte Calcio. Zo weet je dat ook alvast. Zoals je kan zien, ja, ik kan weer niet eens kijken naar de Champions League of naar de Europa League. Heel jammer, maar het is maar zoals het is. En tenslotte dan voor dit seizoen de Premier League. Wie is daar kampioen geworden? Het is natuurlijk weer Ajax. Ja, je ziet meestal altijd wel een carrière dat het eerste jaar PSV kans maakt. En daarna Ajax eigenlijk wel gewoon de grote favoriet is om de competitie te winnen. Topscorers zie ik heel weinig bekende spelers tussen staan. Ja, echte topspelers, wel heel veel goede spelers. Maar echt die topspelers zijn allemaal niet in de topscorerslijst. Ik was benieuwd, spelen ze nog allemaal wel bij een club? En ja, dat is wel zo. Geen enkele speler heeft een transfer gemaakt zoals je kan zien. Iedereen speelt nog gewoon in de Premier League. In de Eredivisie Premier League. Ook dat vind ik heel raar. En je dacht er niet dat ik al klaar was, hè? We gaan nog een seizoen doen. Want omdat het ieder jaar anders is, ben ik wel benieuwd hoe het dit jaar is. Ik vind het oprecht grappig, deze challenge. En iets moet je opgevallen zijn. We zijn nog altijd niet ontslagen. We worden gewoon niet ontslagen in deze Carrero Challenge. Dat is geloof ik nog nooit gebeurd. Dat is oprecht de eerste keer ooit. Nou, ik vind het helemaal mooi. Nog 1 jaar
mei 2023. Let's cook, let's see who won the competition. Om te beginnen staat Watford op 16, hun hoogste eindklassering ooit. En stijgen Liverpool, Chelsea en United. Chelsea dat vierde werd, eindelijk nu wel heel laag. City eindigde opeens derde, dat eerst heel laag eindigde. Wij winnen de beker, winnen de competitie niet. Die won Leicester, heel raar. En nu wint Barcelona de Champions League en Piemonte Calcio de Europa League. Dit is allemaal geglitcht, jongens, geloof ik. Het hangt allemaal vast, het klopt allemaal niet. Het is heel raar hoe dat daar eruit ziet. En de Eredivisie wordt weer gewonnen door, ja natuurlijk, door Ajax. Ook in de Championship wordt RKC weer laatste, dus die degraderen naar de English Football League One. Ja, Fortuna is er ook al naar gedegradeerd, maar die promoveren nu wel weer. Oké. We hebben eigenlijk alles wel gezien. Ik ben geen enkele keer gedegradeerd. Dit jaar werden we niet kampioen of tweede. Omdat we natuurlijk heel veel geld hebben. Geen enkele speler hebben gekocht. En wat je wel ziet is dat een aantal spelers een transfer hebben gemaakt. Aubameyang naar Leverkusen. Wijnaldum naar Sociedad. Pogba naar Piemonte Calcio. Lacazette naar Sevilla. Dus wel spelers beginnen inderdaad weg te gaan. En begrijpen dat ze niet in die kutcompetitie moeten blijven spelen. En ook de topscorerslijst nog altijd fucking raar. En dus hebben we ieder jaar een andere winnaar gezien in de Eredivisie Premier League. Ik vond dit oprecht een heel interessant experiment om te doen. Nog even een kleine blik op Ajax. Ze hebben Jordi Alba gekocht. Diego Dalot hebben ze gekocht. Golovin hebben ze gekocht. Hudson-Odoi wisten we al. Hebben ze ook dus gehaald. Ze hebben ook nog eens Donjal Malen, Eder Militao, Paqueta. Dat komt dus alleen maar omdat ze nu in de Premier League spelen. Pulisic trouwens ook, Jonathan Tah, Wendel. En dan opeens wel spelers kunnen kopen. Ja, ik vind het zo onrealistisch. Het is wel realistisch, maar het is jammer dat het zo zit bij Keremo. En ook bij PSV zien wij een aantal goede spelers. Raar trouwens dat Donjal Malen een overstap heeft gemaakt naar Ajax. Ook hier zien we een aantal prima spelers die een transfer hebben gemaakt naar PSV. En dus weten we in ieder geval dat de carrière wat zo gescript is. En dat in ieder geval dat randomizer wel werkt. Ieder jaar een andere kampioen. Geen enkele topclub die maar kampioen wordt. Heel grappig om te zien. Hopelijk vond je een leuke video. Heb je hem blauw, heb je hem ook gedaan. Ga abonneren op Twinity. En zie ik je de volgende video terug. Jongens, jullie de ballen. Tot de volgende keer. Laat ze niet vallen. De groetjes. Kusjes. Aan de mams en de paps. Tot de volgende keer.